Ja, en bij mij in de studio, Gwenny de Vroe van Open VLD. De winter komt eraan, mensen steken hun kachels aan. Maar tegen 2030 wil Vlaanderen naar de helft minder uitstoot gaan van kachels. Er is een Green Deal gesloten. Wat houdt die deal in? Maar ik denk dat het in eerste instantie ook belangrijk is om te melden, inderdaad, de Green Deal is naar een helft de reductie tegen 2030. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om even te kaderen dat de luchtkwaliteit de voorbije decennia wel verbeterd is in Vlaanderen, maar dat er inderdaad nog werk aan de winkel is. Niet alleen op vlak van uitstootmobiliteit, maar het blijkt ook heel duidelijk uit een rapport van de VMM dat de vervuiling van de kachels door de houtstook toch wel een heel belangrijke bijdrage levert aan de luchtverontreiniging in Vlaanderen. Dus moeten we met z'n allen minder stoken? Dus is er een Green Deal afgesloten geweest tussen de overheid, milieubewegingen en ook de houtsector, de houtkachelsector. Waarin dus inderdaad staat dat we naar een reductie willen van de helft van de uitstoot. De oorzaken van die hoge uitstoot, ik denk dat dat ook wel belangrijk is, dat is vervuilende oude toestellen, maar ook een slecht gebruik van die toestellen. Dus het is belangrijk dat dat wordt aangepakt om dan naar een betere luchtkwaliteit te kunnen gaan, ja, toekomstgericht. Want luchtkwaliteit hangt toch ook altijd samen met de gezondheid. Maar die Green Deal is wel redelijk eenzijdig, hè? Want weinig milieuorganisaties hebben die deal meegetekend. Onder andere Bond Beter Leefmilieu. Ze zeggen, er wordt te weinig nadruk gelegd op alternatieven. Is dat ook uw bevinding? Het is jammer dat BBL niet heeft meegetekend. Onder andere. Er zijn andere, zoals Agentschap Natuur en Bos, de regionale landschappen, de Vlaamse bosgroepen, etc., die wel meegetekend hebben. Ook duurzame energiebewegingen, etc. Dus het is jammer dat zij niet hebben meegetekend. Ik kan uiteraard wel hun kritiek ergens begrijpen. Ik denk dat het belangrijk is om te stellen, een houtkachel is sowieso niet goed voor het milieu. Het is belangrijk dat we grote stappen vooruit zetten, dat we naar nieuwere toestellen gaan die minder uitstoot hebben, dat we effectief grote stappen vooruit zetten in die uitstootreductie. En het is ook effectief belangrijk dat mensen bewust worden dat het eigenlijk dat er nog alternatieven zijn die nog milieubewuster zijn dan een houtkachel. En daar wordt ook te weinig de nadruk op gelegd, zegt Bond Beter Leefmilieu. Hè? Bijvoorbeeld op een warmtepomp, pomp, zonneboiler. Dat zijn andere verwarmingstechnieken waar dat minister Tommelijn heel zwaar al de nadruk op legt dat die echt wel heel belangrijk zijn. Dus voor onze partij is dat uiteraard ook heel belangrijk. Houtkachels zijn niet echt milieubewust, maar heel veel mensen hebben nog een oude kachel, gebruiken die verkeerd. Dus door naar nieuwe technologieën te gaan, door mensen bewust te maken met communicatiecampagnes, sensibiliseringscampagnes, dat het beter kan, zetten we daar al stappen vooruit. Maar inderdaad, voor onze partij is het ook belangrijk dat dus de milieuvriendelijke alternatieven voor bijverwarming, voor verwarming, echt wel ook een heel belangrijke plaats krijgen, waaronder de warmte. Hoe zit het eigenlijk met de vervangingspremies? Zijn die er al? Die zijn er niet. Eigenlijk in de Green Deal staat eigenlijk maar een heel klein passage daarover in vermeld. De minister heeft wel al meermaals uitgesproken dat zij voorstander is van zulke premie. Maar in de Green Deal staat eigenlijk duidelijk vermeld dat dat momenteel in onderzoek is. Dat men de voor- en de nadelen gaat bekijken. En van zodra dat onderzoek is, dat er met een voorstel naar de regering zal worden gegaan. Ja. De minister sprak ook over de registratie van houtkachels. Wat bedoelde ze precies? Zal het zo zijn dat men gaat controleren dat huizen een houtkachel hebben? De minister schrijft inderdaad, of in de Green Deal staat heel duidelijk, dat men inderdaad wil gaan onderzoeken om die houtkachels te gaan registreren en te controleren. Het is denk ik in grote mate belangrijk dat men een beter zicht krijgt toekomstgericht op het houtkachelpark in Vlaanderen. En daar heeft men momenteel geen zicht op. Maar dat staat eigenlijk momenteel ook in onderzoeksfase. Ja. Nog een andere vraag. Hoe kan men eigenlijk de reductie meten als we niet weten hoeveel kachels er zijn?
Mm-hmm. Dat is inderdaad een hele goeie. Men heeft daar momenteel in Vlaanderen veel te weinig zicht op. Dus in de Green Deal staat ook heel duidelijk vermeld dat men meer aan kennisopbouw, et cetera, moet gaan doen. Dus dat is een heel belangrijke. Vandaar het onderzoek naar een toekomstgerichte registratiesysteem. Ja, oké. Laatste vraag. Gaan we de houtkachel überhaupt uit de Vlaming kunnen krijgen? Want de Vlaming zit graag rond zijn kachel, hè? Of ja. Rond het haardvuur. Ja. En ik denk dat dat inderdaad ingebakken is. Ik denk dat dat is een gezelligheid dat we graag hebben als Vlaming. Maar ik denk dat het belangrijk is dat men ook bewust is, als men die aansteekt, dat dat ook zijn milieueffecten voldoende heeft. Voldoende sensibiliseren dus. Inderdaad. Oké, dankjewel. Ik ben niet te vroeg. Dankjewel. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.